De werkgroep Sustainable Development Goals, SDG, van het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft van 10 tot en met 12 augustus een werkbezoek gebracht aan Galibi. Peggy Panka, coördinator van de SDG-werkgroep, zegt dat in januari is begonnen met het project Localizing the Sustainable Development Goals. Een project dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling uitvoert in samenwerking met de UNDP. In dit kader worden er bezoeken gebracht aan de gemeenschappen om hen te informeren over de doelen. Daarnaast wordt ook de visie van de lokale bewoners over hoe ze denken over hun eigen ontwikkeling meegenomen. Vaak genoeg wordt dat vanuit de stad bepaald, maar hun stem telt ook, zegt Panka. Verder gaat het bij de gemeenschappen om de eigen succesfactoren en komt er waarderend onderzoek aan te pas. Dat betekent dat de initiatieven van de bewoners worden meegenomen. In de afgelopen tijd is er een kwartetspel ontwikkeld en vertaald in het Kalinia. Het spel waarmee de ontwikkelingsdoelen worden bijgebracht is de vorige week overhandigd aan de lokale lagere school. Naast het overhandigen van het kwartetspel zijn er ook gesprekken gevoerd met lokale gezagvoerders en is er aandacht besteed aan het project Wash Awareness. WASH, dat staat voor water, sanitair en hygiëne, wordt sinds 2012 uitgevoerd en richt zich op toegang hebben tot schoon drinkwater en verbeterde sanitaire voorzieningen. Het driedaagse bezoek aan Galibi is door de SDG-werkgroep uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, het Nationaal Jeugdinstituut en het Suricorps. De financiering wordt gedaan door de UNDP en de Watergroep België. Het volgende district dat zal worden aangedaan is Kommewijnen.